Dit weekend start de herfstvakantie. Een ideale periode om ook enkele tentoonstellingen mee te pikken. Om je wat ideeën te geven, neem je vandaag mee naar Kokzijde. We starten onze tocht in het Abdijmuseum ten Duinen, waar de tentoonstelling Zalige Idus Balt en de Duizend Skeletten loopt. In de tweede helft van de 20e eeuw hebben ze hier bij ons een massagraven gevonden op de City. 1300 individuen werden gelegd ongeveer. Meestal anonieme graven, maar er zijn ook een aantal heel uitzonderlijke graven met grafstenen. Die graven die gelegd werden, zijn allemaal meegenomen naar het KBIN, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel, waar dat die skeletten werden onderzocht en nog altijd worden onderzocht. Je zult erover verschieten wat dat die skeletresten vertellen. Je kan een bit vertellen over welk dieet dat je gevolgd hebt, welk eten. Je kunt ook uit je botten ziektes kunnen ze afleiden, geneeskundige toepassingen kunnen ze afleiden, trauma's, dat zijn zaken die je meegemaakt hebt. Het is allemaal te gek om te bedenken wat dat men uit een skelet kan afleiden. Daarnaast hebben we in 2015 het onderzoek gedaan op de reliek bewaard in Onze Lieve Vrouw ter Potterie te Brugge, toegeschreven aan Idus Balt. Het onderzoek toonde echter aan dat het hem niet was. Maar wie is het dan wel? Als je onze tentoonstelling bezoekt, krijg je een idee van wie dat het wel zou kunnen zijn en ook wat dat we allemaal uit dat onderzoek hebben kunnen opsteken. Deze expositie is gekoppeld aan de nieuwe tijdelijke tentoonstelling Monumenten voor de Dood in het kunstencentrum ten Bogaarde. Hedendaagse kunstenaars Steve de Smet, Renato Nicolodi en Cindy Wright gaan aan de slag met de beeldtaal van monumenten die verwijzen naar de dood. Elk van die kunstenaars is op een andere manier rond het gegeven van de dood omgegaan. De ene heeft dat heel persoonlijk genomen, heeft daar heel gedetailleerde tekeningen rond gemaakt, schilderijen die heel persoonlijk zijn. De andere heeft daar eigenlijk monumentale sculpturen rond gemaakt, een soort verstilde ruimtes om tot rust te komen. En de andere heeft er meer een link gelegd dan naar de natuur, waar ook die dood aanwezig is. Monumenten voor de Dood opent dit weekend en je kunt de expositie gratis bezoeken nog tot en met 8 januari. In het Navigo Nationaal Visserijmuseum werd de tentoonstelling Engelen van de Zee, het werk van Stefan van Vleteren, verlengd tot eind dit jaar. Stefan van Vleteren is op bezoek gegaan bij de 103 jongens van het Koninklijk Werk Ibis in Oostende. Koninklijk Werk Ibis bestaat al 110 jaar en is ontstaan om eigenlijk visserswezen op te vangen. Dat doet het nog steeds, maar het zijn niet enkel visserswezen meer. Het zijn jongens van 6 tot 16 jaar die eigenlijk nu nog steeds een maritieme opleiding krijgen. En hoewel de tijd doorgaat, is de tijd daar eventjes blijven stilstaan op bepaalde punten, want ze dragen nog steeds een traditioneel zeemanskostuumpjes. En tot slot gaan we naar de Westhoek Academie. Zoals je ziet krijgt ze in haar huidige pand een ruimte bij. Hier zijn ze nog volop aan het werk om de 100 meter lange zolder in te richten. Daar komen ateliers. Eind februari wordt de ruimte in gebruik genomen. Meer over alle genoemde tentoonstellingen in Kokzijde vind je op de website van de gemeente. Geniet straks van Halloween en de herfstvakantie.